Partij van de Arbeid, de heer Kooi. Wens u nog, naast datgene wat u al heeft gezegd, nog een toelichting te geven op uw motie. Gaat uw gang. Meneer de voorzitter, leden van de raad. Delfweg, het laatste stukje aansluitend op Delft, is al in het voorraad besproken. Een aantal partijen hebben zich uitgesproken voor inzet voor behoud. Ik heb het ook in het hoofdlijnakkoord weer teruggevonden. Ik denk dat de meesten er ook gewoon eigenlijk voor zijn. Wij hebben het eigenlijk opgepakt, ook naar aanleiding van een voorraadbespreking waar meneer Van Meij zegt, ga ook naar uw gesprekspartners in de provincie. Wij hebben dus ook aangeklopt bij onze vertegenwoordiging in de provincie. Ik heb ook even gekeken of dat er nog een vertegenwoordigende partij hier aanwezig was, die misschien dichter bij de behandelende persoon van de gedeputeerde staten was. Helaas, in de provincie ligt de uitvoering van de wetgeving, waar men nu denkt van we gaan die bomen kappen, ligt bij de SP. Dus helaas hebben we hier geen vertegenwoordiging die dicht bij het vuur zit. Besluitvorming heeft tot nu toe ontbroken. Dus de welwillendheid om die bomen te behouden en de Delfweg zo te behouden, heb ik eerder geproefd. En ik wil slechts met deze motie een stukje besluitvorming vastleggen, zodat wij ook in de provincie weer verder kunnen met het behoud van dit mooie stukje langs de Vliet aan de kant van de Delfweg. Dank u wel. Wie vanuit de raad wenst hierop te reageren? Mevrouw Albers, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden die de heer Sleddering al heeft uitgesproken, een beetje voor zijn beurt. Maar daar sluit ik mij bij aan en voor de rest geen opmerking. Ik zag de heer Braam, gaat u gaan. Voorzitter, ja, vanuit mijn andere rol heb ik de moeite genomen om contacten te zoeken met de heer Jansen, de SP-gedeputeerde die het op dit moment in de portefeuille heeft. Hij heeft in ieder geval aangegeven dat het balletje gewoon aan de kant van Rijssel ligt. Want daar zal een bestemmingsplanwijziging moeten komen voordat überhaupt het mogelijk is om daar die mutatie te doen plaatsvinden. Dus op het moment als Rijswijk nee zegt, en ook beter voor Rijssel is, zoals ik hem heb gemeld, tegen deze onnodige plannen, dan is het eigenlijk heel simpel. Dan is het einde oefening voor de actie. Provincie en in ieder geval de andere partijen die dat graag zouden willen over en sluiten. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Dommels. Ja, in aanvulling op wat de heer Braam net zegt, deze motie is dus gewoon al verboden, want de besluitvorming vindt uiteindelijk gewoon plaats. En het huidige college is vrij duidelijk over het feit dat ze dit niet willen, het vorige college. Het volgende college, beoogde college, is daar ook vrij duidelijk over. Dus wat ons betreft is de motie overbodig. Anderen? Mevrouw Westerman. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of het college nog gaat reageren, maar vooruitlopend daarop. Ik kan me wel echt vinden in de stelling van de heer Sleddering, inderdaad. En misschien om de heer Kooi tegemoet te komen in zijn standpunt, wat ik overigens ook van harte onderschrijf, is het geen idee om de motie aan te houden en achter de hand te houden, zodat mocht het nieuwe college met andere plannen komen die niet in lijn zijn met de inhoud van de motie, die er alsnog op terug kan komen. Dank u wel. Anderen? Meneer Sleddering, gaat u gang. Ja, ik spreek graag voor mijn beurt, voorzitter, en ook tijdens mijn beurt en ook na mijn beurt. Dus, dat is helemaal de traditie van mijzelf als raadslid. Maar nogmaals, motie volledig overbodig omdat er brede steun is in raad en college, oud en nieuw, om dit snode plan tegen te gaan.